Maren Wonder van de Politie Midden Nederland, welkom. Dankjewel. Goed dat je er bent. We beginnen in Vinkeveen, waar een auto wordt gekraakt bij een partycentrum. Waar de dader geen rekening mee houdt, is dat tegenover de auto een Tesla geparkeerd staat. En die Tesla is uitgerust met beveiligingscamera's en heeft de dader behoorlijk goed vastgelegd. Dat is heel mooi, Maren. Ja, daar zijn we zeker heel blij mee. Die auto die staat dus op een parkeerplaats achter een partycentrum aan de Herenweg. Gasten van het partycentrum die parkeren in de nacht van 28 op 29 mei hun auto daar. Ze laten hun jassen en hun laptop achter in de auto, omdat ze het idee hebben dat het daar veiliger is dan in de garderobe. Maar dat viel dus tegen. Ja, tegen 1:30 verschijnen er dus 3 personen in de omgeving van hun auto. Nou, stom toevallig staat er echt pal tegenover die auto een Tesla geparkeerd. Aan die Tesla zitten camera's. En die hebben dus alles geregistreerd wat daar gebeurt. Goed om te weten is dat we op zoek zijn naar 1 van deze mannen, omdat er op de camerabeelden staat dat hij daadwerkelijk die autokraak pleegt. We zoeken de man die hier voorop loopt. De man achter hem hoort mogelijk bij hem, maar is geen verdachte. Hier loopt hij weer terug, gevolgd door een andere man, richting de auto waar de buit in ligt. En dat is deze witte auto. Ze zijn nu met z'n 3. 2 van hen lopen rond de auto, de ander staat wat op afstand. Als de klus geklaard is, loopt 1 persoon links het beeld uit en de 2 andere mannen gaan dan de andere kant op. En wat blijkt nou? Die 2 gaan na de kraak nog gezellig even stappen in dat partycentrum aan de Herenweg. Ook daar komen ze in beeld. En weer zien we alleen die gezochte verdachte herkenbaar in beeld. Dit is de autokraker. Hij is hier heel goed in beeld. Hij vermaakt zich kostelijk en hangt joviaal om de nek bij andere feestgangers die we uiteraard onherkenbaar hebben gemaakt. Ondertussen krijgen wij de gelegenheid om hem goed te bekijken. De tijd verstrijkt en de verdachte wordt losser en losser. Als je even later een meisje lastig valt, is de maat vol en wordt hij door een beveiliger de tent uitgezet. Nou, dat zijn toch wel heel goede beelden van de man, Maren. Hij was nogal aanwezig, hè, in dat partycentrum, dus wellicht dat andere feestgangers zich hem nog wel herinneren en misschien zelfs weten wie het is. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Zijn maatje, die bij de autokraak wat op afstand bleef, Maren, was ook in het partycentrum. Hij is ook onherkenbaar te zien op deze beelden. Hij wordt niet gezocht? Nee, want formeel is hij gewoon geen verdachte, omdat er niet te zien is op beeld dat hij iets strafbaars pleegt. Oké. Maar wel hopen we dat hij zichzelf in het verhaal herkent. Ja, we hopen echt dat hij zich herkent en zich bij ons meldt. Ja. Het is een man met een slank postuur en zoals je hier ziet droeg hij die avond een wit t-shirt. Ja. Maar deze man die zoeken we dus, want 1 ding is duidelijk, hij pleegde die autokraak. Weet u wie dit is? Twijfel dan niet en geef het door via 0800 60 70 of anoniem 0800 7000.